Het wordt hier een stuk wilder in de polder Oosterland-Lappenvoort. En dat is goed nieuws voor de kievitsbloem, voor de grote vogels en de grote knaagdieren en voor boswachter Bart. Hallo Bart. Loes. We zijn in de polders vandaag. Dat is wel redelijk nieuw. Ja, zeker. En er gaat hier heel veel veranderen. Het wordt een veel wilder gebied, dat zei je al. En daarmee krijgt deze waterbergingsfunctie, deze twee polders, met de functie natuur. En het is een ontbrekende schakel van de Drentse A tot aan het Paterswoldse Meer. Oosterland-Lappenvoort, hè? Ja. Zo heette deze polders. Daar heb ik vandaag mijn lessenaar mee. Ah, kijk, ik denk, ik ga je toch even uitleggen hoe het nou zit. Ja, heel graag. Uiteindelijk moet je weten dat hier het Paterswoldse Meer ligt. Ja. En hier de Drentse A, dat kennen we allemaal van Kees. Hè, met die fantastische Drentse A-gebied. Ja. Maar hier liggen nou precies die polders Oosterland en Lappenvoort. Heel vroeger liep die Drentse A hier gewoon door. En deels ligt hij er nog, maar de functie is verloren gegaan. Want dus, welke functie heeft dit gekregen in de Ja, dit is een landbouwpolder geworden met hele lage waterpeilen. Met alle consequenties voor natuur en veenoxidatie, het technisch woord. Ja. Maar uiteindelijk is dit ook een waterberging dus. En gaan we die functie natuur, die Drentse A, weer herstellen. Mooi. Ja. En dat betekent dus dat het hier een stuk natter gaat worden? Ja, we krijgen fluctuerende waterpeilen. Dat betekent dat we hier ook meer riet krijgen, veel voor watervogels. Mogelijk ook dat die zeearend hier ook een tafeltje dekje vindt. Allemaal soorten die gaan hiervan profiteren. Mooi. En we gaan vandaag al een aantal soorten zien, hè, die daarvan profiteren. Ze staan aan de deur te kloppen. Ze willen dat gebied heel graag hebben en dat ga ik je vandaag laten zien. Wanneer gaat dat gebeuren? Deze uitvoering 2027 denken we dat we daarmee gereed zijn. Ja, zo gaat dat. Ja. Een internationaal gezelschap visdeskundigen is op bezoek bij de visstrap in het Lieverense Diep. Ze bezoeken een conferentie over trekvissen. Daar is veel belangstelling voor. Over de hele wereld zijn problemen als het gaat om vismigratie. En we hebben dus ook gezien dat bij de conferentie vanuit heel de wereld mensen geïnteresseerd zijn om van elkaar te leren hoe je omgaat met projecten waar je migratiebarrières weghaalt. Of in ieder geval probeert om, zoals hier met een vistrap, eromheen de migratie weer goed mogelijk te maken. Dus het is echt een internationaal probleem waar internationaal ook heel veel aandacht voor is. En deze vistrappen zijn dan een effectieve manier om stuwen te omzeilen. We zien al best wel positief effect in ieder geval dat zo'n vistrap bijvoorbeeld gebruikt wordt. Wij zien ook dat migrerende vissen zoals de winde, dat is een vis die alleen op het zoete water heen en weer migreert, dat die terugkomt eigenlijk in de beken, daar weer goed paait. En we kijken dan dus ook of die migratie tussen deze beken en het Lauwersmeer lukt. En we zien dat dat voor de winde dus goed lukt. Die zwemt binnen 2-3 dagen helemaal vanaf hier Noord-Drenthe tot aan het Lauwersmeer. Dus dat gaat hard. Volgens de boer zijn dit soort vispassages niet alleen belangrijk voor de vissen, ze geven ook een stimulans aan het toerisme. Het project Vissen voor Verbinding is nu al bijna 5 jaar bezig om eigenlijk door ecologische meerwaarde ook de economie te stimuleren. En het is eigenlijk afgekeken van een Deens verhaal, een Deens concept waar ze met zeeforel herintroductie en het herstellen van beken eigenlijk allemaal toeristen trekken die in het laagseizoen voor heel veel opbrengsten zorgen. En doordat er dan economische waarde aan zo'n verhaal zit, zie je ook dat er in één keer vanuit de overheid veel meer mogelijk is. Dus het is heel mooi om eigenlijk de economie en de ecologie op die manier te verbinden. Of we zijn te vroeg. Ja, ja, ja. Zie je ze? Twee mooie witte. Ik zie het wit, ja. Zonder stokje. Hey. Dus ze zijn uitgebreid. Nou, dit is een perfecte timing, Loes. Moet je kijken. Hier staat er een vol in bloei. Hier ook nog. Het kan niet beter.
Ja, hier staan ze. Kijk ja, eens. Ja, mooi. Dit is wat we willen. En dit is nou die zuiver witte kievitsbloem. En daar is er iets leuks wat ik je wil vertellen. Hommels zijn belangrijk voor de bestuiving van deze plant. En om die hommels te trekken is er ultraviolet licht. Die kunnen die hommels zien, jij en ik niet. Maar die kievitsbloem is als het ware een knipperend stoplicht in een enorme groene weide. En worden die hommels hier naartoe getrokken. Echt? Dat is ongelooflijk. Dat is grappig, ja. Maar om die hommels hier naartoe te halen hebben we ook overal willigjes geplant. Want daar komen ook die hommels op af. Waardoor we hier meer hommels krijgen en meer toekomst voor de kievitsbloem. Ja. En ook als het hier dus natter wordt. Ja, sterker nog, de situatie wordt erop verbeterd. Want die kievitsbloem heeft eigenlijk af en toe hoogwater nodig. En de toekomstige situatie is zo dat we dat weer terug kunnen brengen, herstellen. En het is niet dat hij dan verzuipt? Nee, daar kan hij juist goed tegen. Ja. Nou, wat fijn. Dus, dan wordt het hier straks één grote vlakte? Ja, je moet weten dat, 100 jaar terug, Jacques Patijs had het er al over, duizenden, tienduizenden witte kievitsbloemen. Maak het bijzonder. Niet dat mensen nu gaan bellen van, ja, ik heb ook een kievitsbloem in de tuin. Maar dit is vaak de paarse uit de intratuin. Ja. Maar dit is de zuiver wilde kievitsbloem. En daarbij werd zelfs het verhaal dat mensen die nou een kindje kregen in deze periode, die mochten hier kievitsbloemen plukken om naast het bed te zitten. Oh. Dat laten we dat nou maar niet meer doen. Nee. Maar stel je voor dat we nou weer in een situatie gaan dat we er 10.000 hebben. Nou, dan wil ik wel een bosje plukken. Een bosje brengen, ja. Zeker. Oh, mooi. Ja. Tienduizenden witte kievitsbloemen. Nou, voor het zover is, moet er eerst heel wat water door de Drentse Aa stromen. In de kassen van de Universiteit van Amsterdam doet Science for Nature alvast een poging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 56. Dus dit zijn bijna 198 planten dan. Het is iets bijzonders, die witte kievitsbloemen van Polder Oosterland Lappenvoort. Want normaal zijn kievitsbloemen paars geblokt. In de grote velden bij Kampen en Zwolle staat soms ook wel een enkele witte, maar nooit alleen maar. Het is volgens onderzoekster Sheila Luiten een raadsel waar die witte vandaan komen. Ik heb eigenlijk geen idee waarom die witte kievitsbloemen daar staan. Ik heb daar nog niet. Ik heb wel gezocht in de wat artikelen en zo, maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat nou specifiek witte zijn. Ze zijn natuurlijk wel wit, omdat ze waarschijnlijk een mutatie hebben ondergaan, waardoor eigenlijk de paarse bloemkleuren is verdwenen en dat ze nu wit zijn. Maar waarom nou daar in die buurt, daar in het zuiden van Groningen, daar alleen maar witte staan, dat ben ik nog niet tegengekomen eigenlijk. Science for Nature heeft de afgelopen jaren zoveel mogelijk zaad gewonnen. Daarvoor worden de bloemen in het veld gekruist. Ja, we kruisen ze in het veld. Om er zeker van te zijn dat er ook vruchten aankomen. Want ze moeten natuurlijk wel bestoven worden. Want zonder bestuiving zetten ze eigenlijk geen zaad. Ze kunnen wel zichzelf bestuiven als je dat met de hand doet. Maar in principe is dan de zaadzetting, de zaadproductie heel laag. Dus om er zaad uit te krijgen gaan we ze daar in het veld kruisen. En dan wachten we helemaal totdat het rijp is. En dan pas kunnen we het oogsten. Want eigenlijk spontaan komen er ook weinig goede vruchten aan, en dat is eigenlijk geen goed teken, want dat betekent eigenlijk dat je niet in staat bent zelf te vermeerderen vanuit zaad. De kruisingen worden nu opgekweekt. Luiten hoopt dat dit zaden oplevert die zich in het veld kunnen handhaven. Dat moet nog blijken. In principe gaan we het eerst uitzaaien om te kijken, kunnen ze daar wel kiemen? Want als ze niet kunnen kiemen, dan kun je wel planten neerzetten. Maar dan kan het ook nooit zich spontaan verjongen. Omdat die zaden eigenlijk daar niet goed, het milieu niet goed is om te kiemen. Misschien is het al 50 jaar zoveel planten. En dan staat het natuurlijk al 50 jaar stil. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon wel dat de planten zich verjongen. Dat is natuurlijk inherent aan het leven. Je moet je wel gegevens verjongen. We kijken nu richting het Friese Veen, toch Bart? Ja, we lopen precies op de kade tussen die polders Oosterland Lappenvoort en het Friese Veen. En dit is eigenlijk een beetje een voorproefje van hoe die polder... Kijk uit, Loes. Ja, nee, het gaat goed. Hier zie je heel veel riet. Dat zal straks in de toekomst ook in die polders terugkomen. En dat is voor heel veel vogels super aantrekkelijk. Wat voor vogels? Je kunt denken aan roerdop, baardmannetjes. Ja. Maar zelfs nu hebben we hier al in zo'n klein perceel een bruine kiekendief, broedend, hè? Wauw. En relatief dichtbij de zeearend. Het heeft ons eigenlijk verbaasd dat ze zo dicht bij elkaar tolereren. Ja. Ja, maar wat een geweldig nieuws, hè, dat hij hier ongelooflijk broedt. Ja, echt fantastisch.
En je moet toch bedenken dat we rustige gebieden, grote rustgebieden creëren. Ja. Daar komen die soorten toch op af. Dat zien we ook in het Friese Veen. En dat zullen we ook doen in die polders Oostland en Lappenvoort. Dat is zeker te recreëren, er komen paden, maar niet dwars door grote gebieden. Bijvoorbeeld wel over waar wij nu net liepen. Ja. Daar kun je dan lopen. Mooi uitzicht. Maar je mag niet meer het gebied in. Nou ja, we gaan niet gebieden doorsnijden met paden. Nee. Keer op keer, en zelfs als boswachter ben ik af en toe eigenlijk toch enigszins verbaasd dat toch het creëren van grote rustgebieden meer oplevert dan ik ooit had gedacht. Die recreatiedruk doet echt iets met natuur. Ja. Ja, jij zei het al, hè, er moet rust zijn, ook voor die zeearend. Dus je kunt ook niet precies zeggen waar die zitten. Hè? Nee, dat houden we lekker geheim. Ja. Totdat de jongen echt groot zijn of volwassen. Of wel groot genoeg zijn om niet meer verstoord te worden. Maar we houden de locatie geheim. Kijken, jongen. Ja, komt ja. En die andere in de lucht. Vol in de lucht. Nu gaan ze allebei zitten. Allebei op het nest. Nee, eentje vliegt door. Die vliegt nog achter die gans aan. Dat is geïrriteerd, die gans, ja. Maar hij heeft hier een lekker feestmaal. Want die aalscholvenkolonie, daar weet ik nog, daar zijn we toen geweest. Dat zit hier vlakbij. Ja, ik heb een ongelofelijke foto van Erik Mengveld, de fotograaf. Die heeft hier een foto gemaakt van een zeearend die een aalscholver uit de lucht vist. Jeetje. Nou jongen, een beeld, fantastisch. Nou is die, voor de kijkers, die aalscholver is ontkomen. Maar hij pakt met regelmaat die aalscholvers. En we zien ook dat die zeearenden aalscholvenkolonies opzoeken om eigenlijk een soort van McDrive om de hoek te hebben. Toch makkelijk zijn kostje bij elkaar krijgen. En dat gaat hier allemaal samen. Maar die aalscholvers, gaan die dan zich niet weer anders gedragen? Ja, we zien heel verschillende voorbeelden in Europa zelfs. Denemarken, enorme verschuivingen qua aalscholvers. Soms zitten er ook zeearenden te broeden in kolonies. Maar eet die er niet eentje op, zeg het maar. Smaken verschillen, ook bij zeearenden blijkbaar. Ja. Maar we weten wel ook echt wel dat die aalscholvers toch wel zenuwachtig worden. Ze verspreiden zich meer. Er is wel paniek in de tent. Ja, maar ook wel weer interessant om te zien. Dat is natuur, hè? Ja, mooi. Ja, zeker. Nou, dit is toch wel het plaatje, Loes. Nou. Hey, en kijk, dit is leuk, hier op de grond. Wat is het volgens jou? Oh, nou, ik denk een mollepootje. Heel goed, dan een mol. Oh, getsie. Ja. En dat is geen slachtoffer dat hij aangereden is. Dit is het uitwerpsel van een, waarschijnlijk toch wel een reiger. Oh, uitwerpselen? Ja, die kan ook braken, zeg maar. Ja. Sorry, braken, dat bedoel ik het. En hij is ook helemaal uitgedroogd, zeg maar. Ja, en het pootje was niet helemaal verteerd? Nee, dat valt niet mee, zo'n pootje. Dus hier heeft die reiger hem uitgebraakt. Ik wist niet dat een reiger mollen eet. Ja, zeker, ja. Nou, en dat valt niet altijd mee. Soms doet zo'n reiger ook, maakt hij zo'n mol nat in het water om hem goed door te kunnen slikken. Dus eerst een beetje water erop. En dan zie je hem ook echt zo naar binnen klokken. Ja, sorry. Ja, ik heb er een beeld bij, dank je. Leuk. Ja. Kijk. Loes, hier wou ik even stoppen. Ja. Om het bewijs te laten zien. Deze enorme glijbaan. Dit moet toch vertier zijn voor zo'n bever om hier naar beneden te glijden. Maar dat doet hij niet voor niks. Hij komt hier natuurlijk ook omhoog. En aan de andere kant, weer naar beneden, daar zie je het pad lopen. Ja, ik zie het. Zigzaggend. En daar komt hij dan in die polder Oostland-Lappenvoort terecht. Hè? Dus eigenlijk wil die bever daar al zijn kostje bij elkaar graaien, of een otter. Ja. Maar er is al connecties tussen die twee natuurgebieden. Friese Veen, polder Oostland-Lappenvoort. Ja, een soort inrichting nog. Ja. Bever-otter-snelweg hier. Zeker. Elke nacht, als je dat zo ziet, moet hier toch vertier zijn. Ja, nou, het is ook wel een stukje klimmen. Zeker. Een beetje inzet en dan weer lekker naar beneden glijden. Ja, leuk hoor. Ja, leuk om te zien. Heel leuk. Dankjewel Bart, voor vandaag ook. Graag gedaan. We moeten dus nog even een paar jaar wachten voordat we echt kunnen zien hoe dit gaat worden. Wie weet,
komen we dan weer terug. Zeker, welkom. Ja. Goed, wil je hier nou meer over weten? Kijk dan op onze site roeg.tv. En voor een kijkje achter de schermen kijk je natuurlijk naar de vlog op het YouTube-kanaal. En volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Dus tot dan! Hoi!